Kees Verwonderen, daar staan we dan na afloop van de allereerste training. Een nieuw tenue. Hoe word je genoemd? Hoorde ik net de manschaft? Ja, Eind noemt ons nu de manschaft. Ja, ik vind het puikershirtje. Als jullie heel hard getraind hebben, ga je het meteen zien. Ja, toch? Ja, het ziet er netjes uit. Het ziet allemaal keurig. Kees, hoe is het nu met je? De eerste training achter de rug. Kunnen we al spreken van het begin van het proces? We kunnen nu officieel spreken van het begin van het proces van een nieuw jaar. Ja, van een nieuw jaar. En de uitdaging zal ongetwijfeld zijn, die handhaving. Daar hoeven we het echt niet over te hebben, want dat is de opdracht. Kijken we even nu naar het veld. Het laatste spel wat er is gespeeld. Wat een fanatisme, zeg. Ja, dat was zoals het hoort, hè? Beleving en plezier en lol aan het eind. Dus dat is, was leuk dat het zo uiteindelijk ook tot een wedstrijd, tot op het laatst met één doelpunt verschil uitkwam. Maar ja, leuk. Als je dat ziet, dan doet me dat ook denken aan jouw trainingen vorig seizoen. Plezier staat erg voorop. Is dat ook iets wat je erin wil slijten nu ook voor de nieuwe jongens? Het gevoel van thuiskomen, het gevoel van... Je moet sowieso lol hebben in hetgeen wat je doet, iedere dag. Want dan haal je het beste uit jezelf. En daarbinnen moet je proberen om zo maximaal mogelijk de oefeningen en je niveau daar eruit te halen wat erin zit. Dus dat betekent ook focus en zo goed mogelijk geconcentreerd de training afwerken. Ja, want hoe ga je dat doen met de jongens die hier op proef zijn? Hoe ga je dat doen? Hoe zorg je ervoor dat je het maximale uit de jongens haalt? Nou ja, dat moeten ze vooral zelf doen. Mm-hmm. Dus ze gaan gewoon mee in de oefeningen en de trainingen die we zoals we die hebben. We zijn natuurlijk aan het bouwen met elkaar om weer een ingespeeld team te krijgen. Daar zijn zij ook een onderdeel van. En dan is het aan hun om zo gauw mogelijk te laten zien wat ze in huis hebben. En of ze goed genoeg zijn om bij ons aan te sluiten. Kees, je bent eredivisie trainer. Ja, zeker. Dus dat wist ik natuurlijk al even. Maar dat is prachtig. Ja. En daar kijken we naar uit. Ja. Zeker naar de thuiswedstrijden. Kijken enorm uit naar met het publiek, de wisselwerking. Ik hoop dat wij in staat zijn om daar een paar mooie feestjes van te maken. Want dat publiek, dat heb jij nog niet meegemaakt. Maar ik kan je vertellen, als er straks 9 à 10.000 mensen zitten, dat gaat echt helemaal los hoor. Dat is een heksenketel. Nee, ja, dat weet ik. Ik heb natuurlijk wel wat meegemaakt, ook in, als toeschouwer, als tegenstander, als trainer zelfs. Ook in de Adelaarshorst en ook nog in de Kuip natuurlijk zelf als speler. Dus ik weet wel wat van hectiek. Hè. We hebben ooit nog eens een uitwedstrijd voor de Champions League tegen Fenerbahçe gespeeld in Turkije. Dus dat is, dan heb je het ook een heksenketel. Maar ja, nee, maar daarvoor wil je graag trainer zijn bij Go Ahead Eagles. Voor dat soort wedstrijden en die beleving. En dat, daar kijken we met z'n allen naar uit. En je bent ook iemand die graag samenwerkt binnen de club ook met allerlei geledingen om dat gevoel te creëren. Ja, zeker. Omdat we de club is van iedereen. En misschien nog wel het meest van de supporters. En om dan dat met elkaar zo goed mogelijk in te vullen of op zoek te gaan naar het maximale eruit halen. Ja. Nou ja, dat gaan we nu in de Eredivisie proberen ook weer invulling te geven. Dus dat is mooi om naar uit te kijken. Kees, waar kijk jij nou het meeste naar uit dit seizoen? Nou, weer naar het bouwen van een nieuw elftal. Naar een uitdagende doelstelling om ons te gaan handhaven dit jaar. Maar ook naar de thuiswedstrijden, met name in het eigen stadion. Om te kijken of we daar gewoon een moeilijk te bespeelbare ploeg gaan worden. Waarbij we het heel veel tegenstanders moeilijk gaan maken. Dat is, daar kijk je het meest naar uit. De eerste echte wedstrijd, 13 augustus, tegen Heerenveen. Ja, dat al een beetje geanalyseerd? Nee, dat is te vroeg voor nog. Zij hebben het elftal natuurlijk ook nog helemaal niet op orde. Nee, dus dat is nog wel vroeg. Maar dat is wel een datum die je hebt staan om naartoe te werken. Ja. Maar het allerbelangrijkste is eerst om zelf je elftal op orde te hebben. Zelf een ingespeeld geheel te krijgen. En ik heb wel eens gehoord van, nou, daar krijg je als trainer 6 weken voor, hè, de voorbereidingstijd. Alleen in de tegenwoordige tijd duurt zo'n voorbereiding vaak al nog, zelfs nog gedurende in het seizoen. Omdat de spelers bij en af en afgaan. Dus voor ons de taak om zo snel mogelijk, zo goed mogelijk team bij elkaar te krijgen. Die op 13 augustus... vol de strijd aan kunnen gaan. En inmiddels weten we het, de supporters hebben alle vertrouwen in Kees Verwonderen. Ja, nou ja, ik hoop dat we er een mooi jaar van kunnen maken. En we gaan een geweldig mooi seizoen tegemoet. En ja, nogmaals, dat moeten we met elkaar doen. Dus spelers, staf en publiek en leiding. Nou ja, dus daar hopelijk hebben we daar met z'n allen alle vertrouwen in. Dankjewel, Kees Verwonderen. Graag gedaan.